the best looking of the whole bunch. Oftewel Andy Warhol over koningin Beatrix. Ik ben in Paleis het Loo en er is een werk wat ik graag aan jullie wil laten zien. En dat is deze. Een portret van Andy Warhol van koningin Beatrix. Warhol is natuurlijk een legende in de pop art beweging. Die mensen zoals Elvis Presley en Marilyn Monroe portretteerde. En dit portret is een onderdeel uit de serie Reigning Queens. Warhol die heeft in 1985 alle regerende koninginnen van de wereld geportretteerd. En van elke koningin heeft hij 4 portretten gemaakt die verschillen van elkaar in kleurstelling. Paleis het Loo heeft de complete collectie van 7 drukken van deze portretten. En zij hebben de Royal Edition in bezit. En dat betekent dat de portretten zijn versierd met diamantstof. Er zijn dus 4 variaties van het portret van Beatrix. En zij rouleren hier ook. Dus de ene keer dat je hier komt, hangt dit portret er. En de volgende keer hangt er misschien een variatie. Kom het bekijken in Paleis het Loo.